Waar de winst zich nadrukkelijk laat merken op Sportpark Squatterwold, maakt de ploeg van Kees van Wonderen zich klaar voor speelronde 9 in de Eredivisie. En dat met een mooie wedstrijd in het vizier. Toch wordt er nog genoeg nagesproken over de 0-0 in en tegen Emmen. Het is een keer één punt, denk ik. Ik denk iedereen wil 3 hebben, maar wij weten ook dat de wedstrijd was heel lastig voor ons. Maar ja, jammer dat we kunnen alleen 1 punt pakken. Maar ik denk aan de goede kant is dat we die 0 gehouden. Maar dat we wel, ja, ook wel realiseren, natuurlijk al wel wat langer, dat we moeilijk tot veel kansen komen en dat we daaraan moeten werken en dat moeten we samen over praten. En er wordt ook veel over gepraat om dat, ja, beter te krijgen. Aankomende zondag komt namelijk PSV op bezoek. Maar sinds 2013 weten de Eindhovenaren niet meer wat winnen is in het Abelenza Stadion. Heerenveen is dus een ware aarsgegner voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy. Ik denk een mooie wedstrijd. Ik denk ook iedereen weet dat PSV ieder jaar heel lastig is in Heerenveen te spelen. Ja, ik denk een mooie wedstrijd. Hopelijk veel kansen op onze kant. En ja, punten pakken. PSV heeft het hier eigenlijk altijd lastig. Nemen jullie dat mee in je voorbereiding? Nou ja, vorige week hadden wij ook dat we het meenamen dat we het altijd lastig bij Emmen hadden. Dus waarschijnlijk zullen zij het meenemen. Ja, voor ons, ja, niet, ik persoonlijk in ieder geval niet per se. Ja, wat zij in het verleden hier hebben gedaan, dat geeft geen garantie wat er nu gaat komen. Zij hebben een goede ploeg met veel kwaliteit. So, ja, zeker, wij weten dat. Maar ik denk, wij focussen op onze manier te voetballen en dan willen we zien hoe we dat doen. Het belangrijkste is gewoon hoe wij voor de dag komen en daar moeten we gewoon op focussen. En ja, PSV, een uitwedstrijd heeft in Europa, ja, daar maak ik me niet druk om. Een van de nieuwkomers dit seizoen is Mats Keulert. Afgelopen zomer werd Willem II verruild voor SC Heerenveen. De Duitse vleugelspeler zit helemaal op zijn plek in Friesland. Ja. Goed, dus ik was nu drie jaar in Nederland, zo ken ik een klein beetje. Maar echt goed, echt goede ploeg, top teamgenoten, goede connectie, direct, ook na een paar weken. Zo echt top, echt blij hier te zijn met al die top mensen hier. En ja, blij om met deze mensen te werken. Keulert stond tegen Emmen weer in de basis na blessure en dan ben je opgelucht om weer terug te zijn, toch? Ja, zeker. Ik ben niet veel geblesseerd. Zo waar nu eerste tijd dat ik twee wedstrijden gemist heb. Niet mooi. Maar ja, gelukkig nu weer fit. Zin in aankomende zondag? Heel veel zin in. Ja, ik heb gelezen dat er veel mensen zijn. Dus ja, dat zijn al de potjes dan. Ja, het is toch extra leuk dat er zoveel mensen komen. En ja, hopelijk gaan we 3 punten hier houden. Alles geven en met het hele team winnen. In het verleden zijn er mooie goals gemaakt in de thuiswedstrijden tegen PSV. Zoals deze van Bilal Basacioglu in 2014. Nog een keer. Ja. Dit is een fraaie. Dit zijn volgens onze redactie de top 5 doelpunten in de editie SC Heerenveen PSV in de Eredivisie. Nurmela dus. En ja, deze keer raak. Er kan geen lachje vanaf. Want wat is dit al met al? Weer een voetnoot in deze wedstrijd. En fraai is hij. Uitermate fraai zelfs. De Nooier. Andere De Nooier. Samadzic. Samadzic 3-3. Terecht. De vreugde bij Fokker de Haan, de 13.000 Friese op de tribune en de teleurstelling bij Waterneus. Het zijn de ingrediënten van een heerlijke voetbalwedstrijd. 0-3 was het, 3-3 is het. Rado Samadzic had behoorlijke sporen in dat hij niet in de basis stond. Houdt hij controle, het overzicht. Een prachtige gelijkmaker, 3-3. Van den Berg gaat met de buiten heen. Finn Bogason niet. En er wordt niet gevlacht, er wordt niet gefloten. Finn Bogason moet scoren. Finn Bogason gaat dat zelf bepalen. Hoe?
En terwijl Willems nog in de doelmond verscheen, scoort Finn Bogason. En dat gooit hij er toch nog eentje bij die 25. En bij deze wedstrijd is het nu 3-0. 3-0. Lucassen komt de bal voor de voeten. En kan ze hem uithalen. Dat is een geweldige uithaal. Sterker nog, het is 1-0 voor Heerenveen. Zinelli met de treffer. Vierde minuut van de wedstrijd. PSV eigenlijk bijna vanaf de aftrap op de helft van Heerenveen actief geweest. Maar eventjes aan de andere kant. Een daverende knal van Zinelli waar Zoet nog wel een hand tegen krijgt. Misschien trekt hij zelf de conclusie wel dat hij daar meer aan had moeten doen. Ranjic, Bosveld in één keer. Paul Bosveld, oh, wat een mooi doelpunt! De oudgediende van Heerenveen, van Feyenoord voor Heerenveen, keert terug uit Engeland en krijgt de bal prachtig in de kruising naast Gomez. Voor de doelman is er geen houden aan. Het is eigenlijk een ongebruikelijke manier niet om die bal terug te leggen uit de hoekschop, maar wel om hem zo in te schieten. Maar zoals Paul Bosveld hem raakt, dat zie je zelden. Een schoonheid.